We gaan vannacht een nachtje karpen. Menno heeft zijn tentje al staan, die heeft de hele ochtend al gezeten, maar helaas niks gevangen. Nou, ik ben nu vanmiddag lekker vrij. Dus ik ga mijn tentjes opzetten, hengeltjes inwerpen. Hopen dat het vanmiddag nog gebeurt en anders vannacht. Maar super veel zin in. Let's go. Nee, jongens, ik heb een Funnel & Battery in Nunspeet een super mooie kar gekocht. Ideaal zo'n kar. Hoef in ieder geval niet zoveel te showen, kun je alles in één keer meenemen. Eerder was dat een shower met stretches en alles en dit wat hier ligt. Allemaal op één kar. Top. Ook even als jullie onder de kaper vissen, jongens. Wil je niet te veel showen? Dit is de oplossing. Nou, voor de nieuwe mensen onder ons. Hoe vis ik op karpen? Ik heb gewoon een loodje. En ik heb daaronder een kraaltje zitten. Onder het kraaltje zit dus eigenlijk een karperonderlijn. Daar heb ik een loodje op gedaan, omdat ik dus met een snowman effect vis. En de snowman, dat houdt dus in, dat is een luchtige pop-up, zeg maar. Dus die gaat omhoog staan. En dan komt de lijn dus niet te ver van de bodem af. Omdat het bodemmazers zijn. Nou, dat is eigenlijk een hele simpele montage. Maar wel heel effectief. Maar effectief, dat moeten we nog wel even zien. Even zien of we er wat op vangen. Let's go! Ja, ik heb natuurlijk zelf boilies gemaakt voor onze aflevering of serie. Die had ik ingevroren, dus ik heb nu nog een zakje boilies over. Dus ik heb één hengel heb ik met één zo'n eigengemaakte boilie en een pop-up erboven. En de andere hengel heb ik gewoon met een snowman pop-up. Het is weer een bijvangst, maar het is nog vroeg. We hebben de hele nacht nog voor ons, maar bij Zilt zit ook karpen. En ja, het is een leuke bijvangst. Het houdt dus weer erin, zeg ik dan maar. Dus ik ben er op zich wel blij mee. Ik ben PVA zakjes aan het maken. Oké. Voor de nacht. Dus het koelt lekker af. Het is avond, PVA zakjes in en dan liggen ze klaar voor de rest van de nacht. Ik heb net wel weer een paar piepen erop. De lijn werd strak getrokken. Maar verder ging het niet door, dus ik vermoed lijnzwemmen. Zo vaak misschien wel een dikke platte naar de achterkant van de lijn. Wat ik niet ook. Maar ja, dat gaat wel zien. Ik heb er vertrouwen in. Als er nu al zoveel activiteit is, dan... Moet dat wel goed komen. Hoop ik dat we die grote schub op de kant krijgen. Zeker. Dat is uiteindelijk mijn target. Nou, mijn hengels die liggen weer in voor vanavond. Dus nu blijven ze ook liggen voor de nacht. Dus ik was super benieuwd. Is jullie niet iets opgevallen in deze video? Ga hij dat je het moet zien? Laat ons even weten in de reacties. Wij zijn namelijk ook benieuwd. Dan weten we dat het een goede aankoop is geweest. Dus kleine hint. Ja, we moeten toch wat op de tijd tonen. Lekker een film op Netflix kijken, jongens. Serietje. Hier.
Lekker man. We breiden er een eind aan voor vandaag. Dus morgen, of god, voor vandaag. We breiden een eind aan voor vandaag. Het is mooi geweest. Ik heb een zilt gevangen. Niet waar de vis wou van komen. Maar ik hoor een beetje gek geluiden. De nacht begint echt mooi van alles. Even serieus. Maar even serieus. Nou mensen, wij gaan lekker een tukkie doen. Goedemorgen Menno. Goedemorgen. Wat een nacht, of niet? Wat een nacht. Geen vis op de kant. Wel heel veel piekjes gehad. We zijn wel echt... drie keer de tent uitgevlogen. Ik wou net zeggen, we zijn echt een aantal keer de tent uitgevlogen s'nachts. Omdat ik kreeg in één keer een dikke run. Ik was bij de hengel en het stopte. Nou, bij Menno precies hetzelfde, twee keer over. De laatste keer zag ik dat hangen, gewoon flink opgevuld werd elke keer. Ja. Dat zet hem niet door. Helaas. We hebben nu een nieuw PVA zakje gedaan. Ja. Met mais en frisse body. Ik heb er eentje vlak tegen het kantje aan liggen, daar is iets om dieper. De zon die komt daar straks op te staan, dus ik verwacht dat de vis daar als eerst naartoe trekt. Ja. En dan moet ik gewoon op de andere plek nog weer liggen. Zo is dat. Na een lange nacht aan de waterkant gelegen te hebben, hebben we toch maar één zilt weten te vangen. We zijn er natuurlijk super blij mee, maar het is niet de vis waarvoor we kwamen. We kwamen natuurlijk voor de karper. Nu we 's nachts niks hebben gevangen, besloten we toch om overdag nog even op met de vlok te gaan vissen. Aangezien het lekker weer was en de karper misschien wel aan de oppervlakte zat. En als jullie je afvragen... waar blijven die series van Twinstel op jacht naar de grote karper nou? We zijn op dit moment bezig om plekken te zoeken om die series op te nemen. Dus die video's die gaan we opnemen en die komen snel online. Naast ons YouTube kanaal hebben we allebei ook nog een fulltime baan. Dus het is voor ons erg lastig om elke week een serie van Twinstel op jacht naar de grote karper te uploaden of te maken. Maar we doen super hard ons best om die series te maken en ze gauw online te zetten. Twinstel family, bedankt voor het kijken naar deze video. En we zien jullie natuurlijk weer bij de volgende video.